Het is bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste interview heb gedaan. Dat was toen met Joël Beukers en toen gingen we juist voor goud. Terwijl in deze video we juist gaan praten over goud, maar ook over zilver en over andere dingen zoals cryptocurrencies. En ik ben ook van plan om juist dit jaar vaker interviews te gaan doen. Dus heb jij nog tips van iemand die jij graag geïnterviewd zou willen hebben over een bepaald onderwerp, laat het dan weten onder deze video. Want ik denk dat het juist bij interviews altijd zo is dat we daar heel veel van kunnen leren. Ik heb dat gevoel in ieder geval zeker ook bij dit interview van vandaag. Dus laten we niet langer wachten en gaan kijken naar het interview. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl, waar we vandaag niet in onze eigen studio of mijn eigen studio zijn, maar juist op locatie bij Gold Republic, waar ik met Bart Brands ga praten over van alle andere edelmetalen, dus zeg maar goud en zilver. Ik denk het eerste interview in nog vele die nog gaan komen, dus ik dacht laten we beginnen bij de basis. En ik zie de basis misschien als vanuit het verleden misschien wel dat beleggen in edelmetalen misschien wel het eerste is geweest. Dus voor de mensen die jou nog niet kennen of Gold Republic nog niet kennen, zou je even willen voorstellen? Ja, natuurlijk ontzettend bedankt Ruud dat je bij ons in de kluis even langs wil komen. Mijn naam is Bart Brands, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic. En wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van fysiek edelmetaal dat in kluizen wordt opgeslagen. En heel leuk dat je dat zegt, want edelmetaal is natuurlijk in zekere zin in ieder geval onderdeel, wat mij betreft, van die basis. En kun je dan iets meer vertellen over Gold Republic? Doen jullie alleen fysiek, fysiek goud en zilver? Of zijn er ook andere edelmetalen? Of ja, waar kun je voor bij jullie terecht, zeg maar? Goede vraag, Ruud. Wij zijn gespecialiseerd in de geallockeerde opslag van fysiek edelmetaal. Dat betekent dus dat als iemand bij ons langskomt en zegt ik wil graag investeren in goud, dat ze dat alleen doen in echt goud, in echt zilver of in echt platina. Dat goud dat wordt dan aangekocht bij onze leveranciers en dat wordt vervoerd naar kluizen. Die worden beheerd door onafhankelijke kluisbewaarders, zodat wij er ook niet bij kunnen. En dat gaat dus altijd tot de milligram, zijn al die posities gedekt. Met andere woorden, als iemand bij Gold Republic investeert in edelmetaal, dan investeren ze in 100% fysiek edelmetaal. Dat ook 100% het juridische eigendom wordt van onze accounthouders, van onze klanten. Want dat is uiteindelijk denk ik ook het belangrijkste in een portefeuille. Als je een portefeuille verdeelt, dan heb je een aantal onderdelen. Nou, ik noem even aandelen, cryptocurrencies, vastgoed, maar ook fysiek edelmetaal. En waarom dan fysiek edelmetaal? Omdat als al die andere dingen, als het daar fout mee gaat, dan wil je de bescherming, dan zoek je eigenlijk in dat stukje fysiek edelmetaal, zoek je de bescherming die het al duizenden jaren biedt. En dan wil je het liefst natuurlijk dat je fysiek edelmetaal hebt of bezit. Ondanks dat het misschien ergens anders ligt, maar dat je fysiek edelmetaal bezit. Zodat je niet erachter moet komen op een later moment dat je in een exchange traded fund zit, dat bijvoorbeeld niet 100% gedekt is met fysiek edelmetaal. En bij ons is het dus zo dat iedereen die investeert dus ook de juridische eigenaar wordt. Met een baarnummertje. Dus iedereen weet welke baar die op welk moment bezit. En het is dus altijd zo, in jullie geval, dat als ik, stel ik zou goud kopen via jullie, dat het ook bij jullie blijft? Of heb je de mogelijkheid om het ook zelf te ontvangen? Of hoe? Ja, natuurlijk heb je die mogelijkheid. Je wordt immers de juridische eigenaar van een volume edelmetaal. En dat je kunt daar dus ook om vragen. Als je denkt van nou, ik wil het liever of deels of je hele positie toch in huis nemen, omdat je bang bent voor een ineenstorting van het financiële systeem, of je vindt het gewoon fijn om wat metaal in huis te hebben, dan kan dat. Dan leveren wij dat naar je uit. Dus dan sturen we het eigenlijk netjes naar je toe. En dan heb je het in eigen beheer, zoals wij dat noemen. Ja, want dan heb je, ik denk, een belangrijke reden voor fysiek goud, zilver, dat je het ook vast kunt hebben. Maar ik neem aan dat er vast wel een voordeel is van het laten opslaan bij jullie. Ik zou willen zeggen, als er de behoefte is, en uiteindelijk denk ik dat de rol van investeren in fysiek edelmetaal is, zeg maar, die beschermende rol.
het vermogen behouden. De koopkracht behouden. En dat is dus voor een groot deel ook een soort gevoelskwestie, waarbij als jij investeert in fysiek edelmetaal en je kunt er niet bij, als je daarvan wakker ligt, dan zou ik zeggen, nou, neem het dan in huis. Dan moet je natuurlijk wel goed over nadenken. Je moet bijvoorbeeld nadenken over inbraakrisico. Je moet nadenken over verzekeringspremies die snel fors hoger kunnen worden. Je moet nadenken over dat een verzekeringsmaatschappij ook kan eisen dat jij bijvoorbeeld je huis in een kluis verandert als het bedrag maar hoog genoeg is. Maar als dat bijvoorbeeld voor een deel of voor je hele positie van toepassing is en je hebt gewoon het gevoel, ik wil dat spul in huis hebben, dan kunnen wij daar in ieder geval altijd in voorzien. Tegelijkertijd, als je kiest voor de geallockeerde opslag op naam, en dat, ja, dat vind ik toch belangrijk om dat te benadrukken, dat als je juridisch eigenaar bent van een stuk metaal, dan moet jij een stuk metaal kunnen identificeren. En dat betekent dus dat jij een heel uniek identificeerbaar stuk metaal moet kunnen claimen. Nou, wij voorzien je daarin, want we sturen je elke dag een edelmetaaltoewijzing met baarnummers. Jij weet dus op welk moment je welk stuk metaal bezit en je kunt dat in een geval dat het noodzakelijk zou zijn ook claimen. Als je het op die manier doet, dan zijn er ook een aantal voordelen. Namelijk, ja, bij ons bijvoorbeeld, je kunt het dag en nacht aan ons terugverkopen. Dus wij hebben een terugkoopgarantie. Als jij op een bepaald moment ziet, oké, de markt staat er nu goed voor. Ik wil een deel van mijn positie weer liquide maken. Dan kan dat. En dan staat een werkdag later, staat het bedrag dat je daarvoor krijgt, staat weer gewoon op je bankrekening. Op het moment dat er iets gebeurt, dan ben je ook verzekerd. Dus stel, op die kluislocatie vindt er diefstal plaats, er gebeurt iets met het goud, dan is jouw goud verzekerd. En dan niet een deposito-garantiestelselachtige constructies waarbij bijvoorbeeld alleen de eerste ton is verzekerd. Als je bij ons meer dan een ton aan edelmetaal aanhoudt, is het gewoon tegen de dagwaarde is het verzekerd. En je hebt ook niet de zorgen dat je bijvoorbeeld een grote hoeveelheid edelmetaal in huis hebt of in of om je huis. Dus dat is misschien wat minder zorgen. En ik denk ook, niet onbelangrijk, laatste puntje. Stel je wilt een stuk fysiek metaal liquide maken, ja, dan moet je ermee over straat. En ja, wij hebben gewoon een appje. Je toetst in, ik wil bijvoorbeeld een stukje kopen of een stukje verkopen. Kan makkelijk via de app en dan een paar minuten later weet je waar je aan toe bent. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk vragen van wat maakt goud en zilver misschien op dit moment of in het verleden interessant. Je hebt al een paar dingen genoemd. Maar ik zat inderdaad zelf ook vaak te denken, je had het ook al over ETF's, die dan misschien wel fysiek goud of zilver hebben of misschien niet. Maar daar heb je vaak natuurlijk dat je relatief makkelijk dingen liquide kunt maken. Maar dat is met een opslag dus eigenlijk ook het geval. Dus eigenlijk alweer voor mij in ieder geval iets wat ik heb geleerd, wat het alweer een stukje interessanter maakt. Maar zijn er zo nog meer dingen waar je echt... Ja, nou ja, kijk, het belangrijkste denk ik bij een investering in fysiek edelmetaal, en ik zal straks nog op een puntje terugkomen, want inderdaad, we hebben nog een heel belangrijk voordeel, en dat heeft ook te maken met wat ik hier voor me heb liggen, namelijk een stukje zilver. Maar terug naar een ETF. Kijk, een exchange-traded fund, als je daarin investeert, en ik heb altijd alle begrip voor als mensen op die manier ook blootstelling willen aan edelmetaal. Maar je investeert in een fonds. En dat fonds investeert in edelmetaal. Dus jij investeert altijd indirect in edelmetaal. Dan zijn er ETF's die hun al het geld wat jij in dat fonds steekt, of wat al de klanten in het fonds steken, ook direct investeren in fysiek edelmetaal. Maar wat je vrijwel nooit hebt, is een unieke claim op een uniek stuk metaal. En dan noem ik altijd het voorbeeld van, stel jij investeert in een goud ETF, en die goud ETF die heeft als onderpand 1000 kilo goud. Ja, dan, en jij bezit daar een kilo van. Dan kan het zijn dat jij op een bepaald moment denkt, nou, het gaat in de wereld niet zo lekker. Ik wil eigenlijk die kilo goud hebben. Nou, dat kan niet. Want jij hebt geen specifieke claim op een specifiek stuk goud. Dus jij moet dan je ETF liquide maken en dan moet je met de fondsen die daaruit vrijkomen
kun je eventueel investeren in fysiek goud. Nou, bij ons werkt dat dus anders, want jij investeert direct in fysiek goud, wat ook op naam wordt opgeslagen op een kluislocatie. Dus dat is denk ik een belangrijk verschil tussen via Gold Republic investeren in fysiek goud waarvan je de juridisch eigenaar wordt, versus een ETF. En dan zijn er natuurlijk ook heel veel ETF's die niet direct investeren en dus ook 100% dekking hebben. Ja, bij ons is dat tot de milligram wel het geval. Nou, nog een belangrijk onderdeel denk ik, als ik dan weer even terug ga naar dit stukje zilver. In Nederland betaal je over baar zilver, betaal je 21% BTW. Nou ja, dat is een hoop, want als je investeert in edelmetaal om je koopkracht te beschermen, of als verzekering tegen bijvoorbeeld een crash in de aandelenmarkten of vastgoedmarkten, dan wil je niet al direct na je investering 21% in de min staan. Wij kunnen je zilver btw-vrij opslaan in kluizen in Frankfurt en in Zwitserland, in Zurich. Dus in Duitsland en Zwitserland kunnen wij het edelmetaal btw-vrij voor je opslaan. En dat scheelt je dus ook dat directe verlies van 21%. Nou, in de eerlijkheid gebied overigens dan ook wel te zeggen dat een investering in fysiek edelmetaal altijd wat kostbaarder is dan in bijvoorbeeld een ETF. Er zijn ETF's die heel dicht tegen spot en met minimale periodieke kosten, opslagkosten, dat je die kunt aanschaffen. Het aanschaffen van fysiek edelmetaal dat op naam wordt opgeslagen is altijd iets duurder. Tegelijkertijd biedt het natuurlijk ook meer zekerheid. Dus ik vind het altijd eerlijk om dat ook wel te zeggen, dat als mensen overwegen om te investeren in edelmetaal, dat ze ook wel weten dat de instapkosten, ja, die zijn wat hoger dan bij een papieren product of, ja, noem bij een cryptocurrency of een aandeel. Ja, en met ETF's, vaak zijn ETF's natuurlijk ook een makkelijke manier om met een relatief klein budget, zeg maar, ergens in te stappen, zoals een ETF op vastgoed of misschien met goud of zilver wel. Maar hoe zit het dan met edelmetalen? Moet je daar per se een baar van kopen of een munt? Of ja, hoe groot zijn de bedragen eigenlijk die je eigenlijk om mee te beginnen? Nou, dat is een hele goede vraag. Bij ons kun je al investeren vanaf of €50. Dus als je een bedrag investeert, dan moet dat minimaal €50 zijn. Maar stel nou, jij zegt, nou, ik wil niet investeren, ik wil geen euro investeren, maar ik wil een volume aankopen. Nou, bij ons kun je al, als je dat wil, 1 gram, starten met 1 gram. Nou, 1 gram zilver is op dit moment, nou, ik zou willen zeggen, 70 cent ongeveer. Dus als je dat zou willen, dan zou je bij ons al vanaf 70 cent kunnen investeren in fysiek edelmetaal. Dus afhankelijk natuurlijk van de koers, maar het is of een bedrag, dan start het bij €50, of een volume. En 1 gram zilver is op dit moment 70 cent. En als je dan zou willen beginnen, want zoals je zei, ik heb ooit wel fysiek goud en fysiek zilver gehad. Toen kwam ik na de rand dus pas achter dat er BTW zat op zilver. Gelukkig wel in een tijd gekomen dat ik volgens mij zelfs na die BTW nog steeds in de winst had. Dus dat is wel fijn. Maar zijn er nog andere dingen waar je als beginner zijnde op kunt letten? Ja, ik denk dat het altijd belangrijk is als je overweegt om wat edelmetaal aan te schaffen, is dat je eerst kijkt naar je portefeuille. Want goud en zilver, edelmetalen, platina wat minder, maar vooral goud en zilver hebben een track record, een reputatie en een looptijd. En die reputatie is, of die track record, die is duizenden jaren lang. Zolang we met elkaar handel drijven, gebruiken we edelmetalen als betaalmiddel. Dus dat zegt wat over hoe degelijk een investering in edelmetaal is. Het is namelijk, ik noem goud altijd de king of money en de money of kings. En dat is niet de afgelopen 10 of 20 of 50, maar de afgelopen 5000 jaar al het geval. Er komt dus niets in de buurt van die reputatie. Er komt niets in de buurt van de reputatie van goud en zilver als zijnde de ultieme bescherming van je koopkracht. Maar omdat het ultiem beschermt, is het ook iets waarvan je niet moet verwachten dat je daar bijvoorbeeld rijk van wordt. Dus als jij een portefeuille hebt
En je denkt, nou, ik heb 100 euro om te investeren. En je investeert 100 euro in goud of zilver. Dan moet je niet verwachten, de verwachting hebben dat een jaar later die 100 euro 200 euro waard is. Hè? Het kan wel, er zijn momenten waarop het gebeurt. Maar die momenten die zijn heel sporadisch en heel zeldzaam. En het zijn vaak momenten waarop de rest van de economie het ontzettend slecht doet. Dus je kunt je afvragen of je het ook wilt dat het dan ineens heel veel waard wordt. Want dat betekent dat er iets ontzettend misgaat in de wereld. Dus als je investeert in edelmetaal, dan doe je dat het liefst met dat deel van je portefeuille waarvan je hoopt, wenst, wilt, dat het niet veel minder waard wordt op het moment dat het met de rest van je portefeuille wat minder goed gaat. Nou ja, ik kan daar en ik mag daar geen advies over geven, maar als ik kijk naar wat onze accounthouders daarvoor aanhouden, dan is dat meestal zo tussen de paar procent tot ja, laag in 10-15% van de portefeuille. Want dat is historisch gezien vaak een mooie buffer om aan te houden. En dus wordt dat geïnvesteerd in fysiek edelmetaal. Nou, de rest investeer je natuurlijk in andere dingen. Kun je denken aan aandelen, kun je denken aan vastgoed, kun je denken aan cryptocurrencies. Maar dat deel wat je in edelmetaal steekt, daarvan moet je goed het besef hebben dat het, ja, dat het rendement daarop vrij beperkt is. Omdat dat exact ook de functie is van dat deel van die portefeuille. Niet zozeer ontzettend mooie rendementen, maar wel het behoud van koopkracht en het beschermen van de rest van je portefeuille. Dus het is eigenlijk meer een soort van verzekering dan dat je het als belegging zou kunnen. Ja, je kunt het als belegging zien, maar Het is misschien meer een investering dan een belegging. Je investeert in fysiek edelmetaal omdat je verwacht dat het meegroeiend met de inflatie in ieder geval ervoor zorgt dat de euro's die je erin steekt niet veel meer koopkracht of veel minder koopkracht zullen genereren. Dus ja, en daar zijn natuurlijk ook hele mooie voorbeelden van. Dat eeuwenoude voorbeeld is natuurlijk de Romeinse soldaat die van 1 ounce goud, en 1 ounce is voor de duidelijkheid is 31,1 gram, van 1 ounce goud kon hij een mooie handgemaakte mantel kopen, een paar mooie handgemaakte sandalen. En daar kon hij zich dus keurig van kleden. En op dit moment is 1 ounce goud ongeveer 1600 euro waard, 1700 euro waard. En daarvoor kun je kopen een paar mooie Italiaanse handgemaakte schoenen en een prachtig handgemaakt pak. Die koopkracht die is de afgelopen duizenden jaren ongeveer hetzelfde gebleven. En dat geldt ook voor zilver. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel euro je betaalt voor een liter benzine en wat je betaalde 10 jaar geleden voor een liter benzine en wat een ounce zilver waard was toen en nou, niet 10 jaar, maar 50 jaar of 60 jaar geleden en wat dat dus nu waard is en wat je er nu voor kan krijgen, dan zie je eigenlijk heel mooi dat die metalen, de koopkracht die er honderden jaren geleden in is gestopt, dat die er nu nog steeds uit te halen is. Dat is uniek aan, dat is ook zo uniek aan metalen. Dat geeft dus ook aan dat je niet moet verwachten dat dit ineens 10 keer zoveel koopkracht zal genereren, zoals sommige investeringen wel doen. En dat is dus misschien ook goed om te overwegen als je erin wil investeren. Het is meer een vorm van het vermogen dat je hebt om het vooral te behouden. Zo kun je het zien. En dan is het dan ook zo dat je het interessanter wordt naarmate je vermogen groter wordt. Want het lijkt me natuurlijk als jij 3% van je eerste 100 euro, ga je waarschijnlijk niet beginnen met edelmetalen, denk ik. Maar hoe zie je dat? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat, want bijvoorbeeld 10.000 euro is een hele grote hoeveelheid valuta eigenlijk. Dus dat is gewoon heel veel geld. En ik snap heel goed als mensen dan zeggen van, nou, ik heb 10.000 euro, dat is mijn volledig opgebouwde vermogen.
Want je bent misschien nog in de 20, misschien dat je net van school komt en je eerste baan hebt. En dan na een paar jaar sparen 10.000 euro bij elkaar gespaard hebt. Nou, als je dan nu kijkt naar de inflatie, dan zie je dat daar tussen de 6 en 10% reëel aan inflatie de koopkracht eigenlijk achteruit gaat. En dat je dan denkt, nou, dat stukje, ik wil niet dat mijn koopkracht achteruit gaat. Dus ik stop die 10% stop ik in edelmetaal. En die andere 9.000, daar probeer ik in een wat kortere tijd 11 of 12 of 13.000 van te maken. Dan snap ik wel dat mensen die een iets grotere portefeuille hebben, maar dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Want wat is groot? Is een ton groot? Is een miljoen groot? Is 10.000 groot of is 1.000 groot? Maar dat je dus gewoon kijkt in percentages. Nou ja, met 100 euro is dat wat moeilijker, want dan kan je zeggen, ja, ik stop een tientje in edelmetaal. Nou, het is ook geen slecht idee dat je naar een muntenbeurs gaat en misschien een oude Nederlandse gulden op de kop tikt. Dat is, vind ik ook prima als mensen het op die manier doen. Het belangrijkste is dat je gewoon kijkt naar hoe ziet je portefeuille eruit? Is er een deel dat je veilig wil stellen? En dan begrijp ik wel helemaal dat mensen die zeggen, oké, mijn portefeuille is van 100 naar 1000 of naar 10.000 gegroeid. En de laatste twee jaar kunnen we dat natuurlijk zien, vooral met een investering in cryptocurrencies. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel relatief jonge mensen die hebben van een paar duizend euro, hebben ze misschien wel een paar miljoen euro gemaakt. Dan kun je zeggen, oké, ik laat die paar miljoen euro, die laat ik in cryptocurrencies zitten, maar dan kun je ook weer heel snel van een paar miljoen euro een paar duizend euro maken. Ja. En dan begrijp ik heel goed dat zij zeggen, oké, ik pak een deel van die winst en ik steek dat in iets wat, ik investeer dat in iets wat, waarvan ik de relatieve zekerheid heb dat het zijn koopkracht behoudt. En je begon nou al over cryptocurrencies. Bitcoin wordt wel genoemd als het nieuwe goud, zeg maar. Volgens mij heb je met beide ervaring, je bent met edelmetaal specialist, maar ook kennis van cryptocurrency of blockchain. Mm-hmm. Hoe zie jij, of hoe kijk je er tegenaan tussen misschien de overeenkomst of verschillen tussen fysieke edelmetalen of misschien crypto's? Ja, nou, leuke vraag. Ja, ik kocht mijn eerste bitcoin in 2013. Toen waren ze 100 euro per stuk. Dus ja, nou, natuurlijk doodzonde dat ik er niet veel meer heb gekocht en dat de bitcoins die ik had ook in ieder geval voor het grootste deel weer heb ingeruild. Tegelijkertijd ontzettend interessant, nog steeds ontzettend interessant. En wat ik vooral vind van Bitcoin, de discussie van Bitcoin versus goud, is eigenlijk is het helemaal geen discussie. En je hebt natuurlijk mensen die zeggen, ik ben maximalist, ik zit vol in Bitcoin en goud is eigenlijk oud. En goud is, het is over met goud. Michael Saylor, denk ik het belangrijkste voorbeeld daarvan. Die zegt, ja, goud is gewoon eigenlijk helemaal niks waard. En dan denk ik, nou ja, goed, hè, 6.000 jaar geschiedenis zegt anders. En ik vind het altijd gevaarlijk om te denken aan, om te denken dat het nu anders is. Want goud leunt al, als goud een persoon was, leunt goud al 6.000 jaar in zijn luie stoel achterover. Je ziet beschavingen opkomen en ondergaan en doet wat het doet. Gewoon heel relaxed, koopkracht behouden en al honderden keren is gezegd, dit keer is het anders. En wat bleek, het was niet anders. En dan heeft goud toch altijd die rol gepakt. Tegelijkertijd is de opkomst van blockchain technologie super interessant. Een game changer voor de financiële wereld. Dus ik ben ontzettend enthousiast over blockchain technologie. En er zijn twee dingen waarin ik zelf investeer. Edelmetalen, commodities en cryptocurrencies. Ik heb geen vastgoed, ik heb geen aandelen. Dus voor mij persoonlijk, hoewel ik altijd tegen iedereen zeg, spreid je portefeuille. Vind ik dat als het gaat om aandelen, dat we nu toch echt wel heel erg aan het pieken zijn. Vind ik overigens al jaren, dus ik heb het ook heel vaak fout. Dus geen advies. denk ik dat in ieder geval cryptocurrencies de afgelopen jaren hebben bewezen dat er heel veel potentie in zit. En denk ik dat dat
misschien nog maar het begin is van de potentie die er ook in die technologie verscholen zit. En denk ik ook dat zowel edelmetalen, nou, misschien wel goud specifiek, en bitcoin eigenlijk elkaar heel erg mooi versterken. En wat ik daarmee bedoel is, hè, bij edelmetaal, bij goud heb je die eeuwige degelijkheid. En bij cryptocurrencies heb je het component van goud, namelijk de onafhankelijkheid van derde partijen, de onafhankelijkheid van overheden en dus ook de soevereiniteit van je persoon om besluiten te nemen over je financiële toekomst. En ja, dat vind ik ontzettend aantrekkelijk. En je kan ook heel duidelijk zien dat Bitcoin daar geïnspireerd is door goud. Want goud heeft dat al millennia, namelijk de onafhankelijkheid van een overheid. Als ik jou, zilver natuurlijk ook, als ik jou dit stukje zilver geef en jij geeft me in ruil daarvoor een product of een dienst, dan heeft niemand anders daar wat mee te maken. Zoals het in een vrije markt eigenlijk al duizenden jaren gaat. En Bitcoin biedt diezelfde mogelijkheid. Ik kan iets overmaken van mijn wallet naar jouw wallet. En er is eigenlijk niemand die kan bepalen dat daar nog belasting over moet worden geheven. Dat het niet mag, omdat dat daar arbitrair een regel voor is bedacht. En die onafhankelijkheid van dat financiële systeem en ook de onafhankelijkheid van overheden, die beide bieden, zijn volgens mij een ontzettende kracht. En daarom denk ik ook, daarom zijn denk ik ook beide de moeite waard om in te investeren. Tegelijkertijd, en dan gaan we even naar een tegenstelling. En dus, dat is de degelijkheid die goud al duizenden jaren heeft. En ook de volatiliteit die Bitcoin natuurlijk heeft. Ik bedoel, ja, het is schitterend als je laag bent ingestapt en nu daar de vruchten van kunt plukken. Het kan natuurlijk ook, en dat zie je heel heftig af en toe, is dat Bitcoin ineens een tuimeling maakt van 50% in de maand. En ja, die kans is bij goud eigenlijk niet heel. En dan is het misschien nog, zit ik aan te denken, als je kijkt bij goud, waarom vinden mensen goud interessant? Je kunt het niet bijprinten, je kunt er hoogstens meer moeite voor doen om het op te graven. En dat is natuurlijk ook iets wat we zien bij Bitcoin, dus denk ik dat toch. Is dat echt een overeenkomst, zie je daarin? Of? Nou, ik denk dat Bitcoin daarbij wel is, dat Satoshi Nakamoto is geïnspireerd door goud. Want inderdaad, ook het inflatiemodel eigenlijk, nou, plan B, stock to flow, het inflatiemodel van goud en het inflatiemodel of het, nou, en op termijn deflatiemodel, deflationaire model van Bitcoin, die tonen wel aan dat je in beide gevallen heel veel moeite moet doen om uiteindelijk ofwel het goud uit de grond te halen, te verfijnen, te smelten in een baar of een product of een sieraad te veranderen. En bij Bitcoin, die uiteindelijk 21 miljoen bitcoins die er ultiem zullen zijn, waarvan er inmiddels overigens al heel veel op de blockchain rondzwerven, maar geen eigenaar meer hebben, omdat de private keys verloren zijn gegaan. Omdat iemand met 500 of 1000 bitcoins dacht, ja, het wordt niks waard, en die zijn server op de vuilnisbelt heeft gegooid. En nu denkt, oh jee, dat was nu 500 miljoen waard geweest of zo. En dat betekent dus ook dat er langzamer zeker zullen er bitcoins verloren gaan. Net zoals dat er ook in heel veel producten goud zit en er zit zo weinig goud in of zo weinig zilver dat die bovengrondse voorraden edelmetaal afnemen en dat uiteindelijk op een vuilnisbelt terechtkomt. En om het aantrekkelijk te maken om bijvoorbeeld al dat zilver weer eruit te halen, en daar komt een moment waarop dat moet, hè, zilver is ontzettend aantrekkelijk omdat het zit in alles met een aan- en uitknop. Het zit in Lululemon broeken. Het zit in mensen maken er medische apparatuur van. Dus ja, daar is ontzettend veel vraag. Het wordt gebruikt in hele kleine hoeveelheden, waardoor het niet aantrekkelijk is om het weer te recyclen.
En er komt dus een moment waarop die bovengrondsvoorraden zo klein zijn dat het bijna niet anders kan dan dat de koers moet stijgen, omdat de vraag toeneemt en het aanbod afneemt. En datzelfde kan natuurlijk ook gebeuren bij Bitcoin. Dus ja, dan krijg je een prijsinelastisch model waarbij niet anders kan dan een prijsstijging, een koersstijging. En ja, dan is het toch heel fijn om naast het beschermende element dat edelmetalen bieden, om misschien ook het koerspotentieel om daar gebruik van te maken. Nou, misschien als laatste vraag zit ik te denken van, als we het zo over goud en bitcoin hebben, sommige zijn overeenkomsten, soms is het tegenovergesteld, maar zou het ook nog samen kunnen gaan? Want de kracht van een blockchain of bitcoin is natuurlijk ook dat je gedeeltelijk eigenaar kunt worden ergens van. Zou bijvoorbeeld ook iets kunnen zijn dat je gedeeltelijk eigenaar wordt van een goudbaar bijvoorbeeld. Is dat iets dat je ziet in de toekomst of is het er al? Of? Ja, dat doen wij al. Wij, ja, in zekere zin, om dan een moderne uitdrukking daarvoor te gebruiken, tokenizen wij edelmetaal. En want je vroeg het net ook al even. Kijk, je kan bij ons investeren vanaf 1 gram. Maar wat wij dan niet doen, is 1 gram bij onze leverancier aankopen. En dat 1 grammetje opname in een kluis leggen. Wat wij kunnen, is wij kunnen bijvoorbeeld een baar van 250 gram, maar ook een baar van 30 kilo of een 12,5 kilo baar goud, daarvan kunnen wij het juridisch eigendomsrecht opdelen. Dus er kunnen in potentie van een baar van 30 kilo zilver, kunnen 30.000 mensen eigenaar zijn, verdeeld in grammetjes. En ja, dat kan ook met fysiek edelmetaal, want ja, edelmetalen zijn elementen. En elementen zijn oneindig deelbaar. Dus in het ergste geval, een heel heftig economisch scenario, kunnen wij die baar van 30 kilo of die 12,5 kilo baar goud, die kunnen we naar de smelterij sturen. En dan kunnen we zeggen, nou, smelterij, wil je hiervan 12.500 grammetjes maken? En die kunnen we dan eventueel naar mensen toesturen. In de praktijk werkt het anders. In de praktijk kunnen wij namelijk gewoon, als iemand zegt, ik wil 100 gram thuisgestuurd krijgen, ik heb een kilo goud, ik wil 100 gram thuisgestuurd krijgen, kunnen wij bij onze leverancier zeggen, stuur 100 gram naar die persoon. Die kilo die blijft gewoon in de kluis liggen en iemand anders wordt daar mede-eigenaar van. Maar in het geval dat het moet, kan dat. Kunnen wij baren laten omsmelten. Dus feitelijk tokenizen we goud al. Belangrijk is wel te zeggen, dat kan bij goud en bij zilver en bij platina, omdat het elementen zijn. En je kunt een huis, kun je wel tokenizen op de blockchain, maar op het moment dat jij zegt, ja, ik wil mijn baksteen hebben, dan wordt die er niet tussen uitgehaald, want dan verliest ook het huis zijn intrinsieke waarde, of in ieder geval de waarde die men eraan geeft, bijvoorbeeld omdat het hier zo als dit prachtige pand aan de Herengracht in Amsterdam staat. Dus bij goud en zilver kan dat. En wij doen dat dus ook. Wij doen dat al zolang we bestaan, ruim 11 jaar. En ja, naar de toekomst toe. Je ziet al dat er een aantal blockchain bedrijven ook zeggen, we tokenizen goud en we maken dat ook onderling uitwisselbaar. Wij doen dat net iets anders. Bij ons kun je het wel aan ons terugverkopen en je kunt het van ons kopen, maar je kunt het niet buiten het ecosysteem van Gold Republic kun je niet jouw goud aan een ander aanbieden. Maar omdat wij altijd de koersen, de wereldwijde koersen volgen, is dat ook eigenlijk niet noodzakelijk. Je kunt het aan ons terugverkopen, dan kopen wij het terug voor op dat moment de koers. Je kunt het van ons aankopen, kopen wij het op dat moment voor de koers. Nou, we hebben al behoorlijk wat dingen besproken en zo kunnen we waarschijnlijk uren doorgaan, maar dat doen we niet. Maar gelukkig hebben jullie natuurlijk ook behoorlijk wat social media kanalen. Dus misschien kun je daar nog iets over vertellen voor als de kijker op zoek is naar meer informatie. Nou, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt, Ruud. Ja, we hebben ook een eigen YouTube kanaal. Het YouTube kanaal van Gold Republic. Waar ik ook als edelmetaalspecialist elke week het programma Goudkoorts presenteer. En nou ja, wij nemen ook op met zo nu en dan ontzettend interessante interviews af met mensen die bij ons langskomen. Dus ja, dan meteen ook een teasertje, want ik heb jou natuurlijk ook net even gesproken. Ja. Dus ja, ja, als mensen ons willen volgen, natuurlijk zitten we op alle socials, Insta, Facebook,
ook op YouTube. We zitten ook op LinkedIn. En ja, mensen kunnen natuurlijk, als ze geïnteresseerd zijn, in onze propositie kunnen ze naar godsrepublic.nl gaan. Ja, maar goed. Wil ik je heel erg bedanken voor het interview. En mocht je op zoek zijn naar meer informatie, ik zal alle links hier even onder plaatsen, ook naar de socials van Gold Republic. Mocht je nou nog een comment hebben, feedback, tips, vragen misschien zelfs wel aan Bart, kun je die natuurlijk hier achterlaten onder de video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video terug te zien.